Hoe ziet ons land er over 30 jaar uit? Als grote beleidswijzigingen uitblijven, dan gaan we een gedaantewisseling tegemoet. Tot 2050 groeit de bevolking met 2 miljoen inwoners, voornamelijk door immigratie, en we vergrijzen enorm. Bijna de voltallige Tweede Kamer liet de demografische ontwikkelingen onderzoeken rond de vraag... kunnen we die toekomst beïnvloeden en wat moeten we dan nu doen? De eerste resultaten zijn bekend en daar gaan we het de komende tijd over hebben. Want ze zullen een rol gaan spelen in de komende formatie. De belangrijkste uitkomsten zet om te beginnen Matthijs Bouwman op een rij. Op dit moment wonen er in Nederland zo'n 17,4 miljoen mensen. We zijn daarmee een van de dichtstbevolkte landen ter wereld. Na Malta zelfs het dichtstbevolkte land in de Europese Unie. Maar de komende 3 decennia groeit onze bevolking nog flink door naar 19,4 miljoen inwoners. Dat is 2 miljoen inwoners erbij dus. En als migratie, geboortes en de levensverwachting de komende 30 jaar hoger zullen zijn dan nu wordt verwacht, dan groeit de bevolking zelfs naar 21,8 miljoen. Dat is niet 2, maar dat is wel 4 miljoen mensen erbij. Er zijn dus onzekerheden in de prognoses. Maar wat we u nu laten zien zijn op dit moment de meest waarschijnlijke gemiddelde prognoses over 30 jaar. Ja, en dat is allemaal uitgezocht en uitgerekend en staat in dit rapport van het Demografisch Instituut NIDI en het CBS. De komende 30 jaar komen er veel ouderen bij. De naoorlogse generatie wordt oud en blijft veel langer leven dan alle eerdere generaties. Nou, nu hebben mannen in Nederland een levensverwachting van 80,5 jaar. En voor vrouwen is dat 83,6. Ja, ter vergelijking, direct na de Tweede Wereldoorlog was de levensverwachting voor mannen nog 68 en 71 jaar voor vrouwen. Gemiddeld leefde men toen dus zo'n 12 jaar korter. En die levensverwachting is sindsdien alleen maar gestegen. De groep Nederlanders die straks niet meer werkt en gewoon thuis kan blijven en AOW en pensioen ontvangt, wordt de komende decennia steeds groter. En niet zo'n beetje ook. Nu zijn 3,4 miljoen Nederlanders AOW gerechtigd. Dat is 19% van de bevolking. En in 2050 zijn 4,8 miljoen mensen met pensioen. En dat is dan 25% van de hele bevolking. En dat betekent dat over 30 jaar dus 1 op de 4 Nederlanders met pensioen is. 1 op de 4. Daar word ik dan zelf ook bij. 2050 ben ik 84. Er komen niet alleen naar verhouding veel ouderen bij, maar veel daarvan zijn oudere ouderen. Want het aantal 80-plussers neemt de komende 30 jaar sterk toe. Van 800.000 nu naar 1,5 miljoen. En als de levensverwachting sterker stijgt, kan dat aantal zelfs verdrievoudigen naar 2,6 miljoen. En dat terwijl er nu al chronische personeelstekorten zijn in de zorg. Maar niet alleen in de zorg komen we straks handen tekort. Het geldt voor de hele economie. Het wordt de komende 30 jaar een van de grote thema's voor onze samenleving en politiek. Omdat we de komende 30 jaar vergrijzen en er ook weinig baby's bij komen, gebeurt het volgende. Het aantal mensen als onderdeel van de beroepsbevolking met een Nederlandse vader en een Nederlandse moeder gaat afnemen. Nu zijn er 7,5 miljoen Nederlanders beschikbaar voor de arbeidsmarkt. En de komende 30 jaar daalt dat naar 6,5 miljoen. En dan komen we dus 1 miljoen mensen tekort. Ja, dat wordt een enorm arbeidsmarktprobleem. En zoals dat nu ook al is, blijft arbeidsmigratie volgens de prognoses dé oplossing. De komende 3 decennia komen er dan ook veel inwoners met een migratieachtergrond bij. Overigens spreek je al van een migratieachtergrond als één van de ouders in het buitenland is geboren. En tot 2050 komt 90% van de bevolkingsgroei enkel en alleen door de komst van migranten. De meeste uit de EU, maar ook uit landen als China, de Verenigde Staten, Japan en India. Jaarlijks zullen zo'n 300.000 migranten naar Nederland komen. Veruit de meeste, 80%, die blijft slechts tijdelijk. Want demografen verwachten dat de migrant van de toekomst minder honkvast is. Een relatief klein deel van de immigranten, ieder jaar zo'n 60.000, die vestigt zich wel blijvend in Nederland. Dat zijn arbeidsmigranten van binnen en van buiten de EU. En ook asielmigranten.
De komst tussen nu en 2050 van de in totaal 1,7 miljoen migranten zorgt ervoor dat Nederland niet nog meer vergrijst. De samenstelling van de groep Nederlanders met een migratieachtergrond verandert ook. Nu heeft 40% van deze groep een link met de klassieke migratielanden, zoals Suriname, voormalige Nederlandse Antillen, Marokko, Turkije, Indonesië. Hun aandeel onder Nederlanders met een migratieachtergrond zakt de komende 30 jaar naar 25%. En de grootste groep arbeidsmigranten, 30% van het geheel, zijn straks de Polen, de Roemenen, Duitsers, Spanjaarden, Belgen. Allemaal mensen uit landen van de Europese Unie. De bevolkingstoename gaat nog meer druk leggen op de woningmarkt dan nu al het geval is. Tot 2050 zijn er zeker 1 miljoen woningen nodig. 1 miljoen! Politici kunnen door het maken van keuzes nu invloed hebben op de staat van ons land over 3 decennia. Nou, dat wordt wel een lastige puzzel, want voor welk scenario gaan we dan? Willen we bijvoorbeeld minder arbeidsmigratie? Ja, dan moeten we misschien wel de pensioenleeftijd nog verder oprekken. En als we dat niet willen, ja, dan moeten we misschien stoppen met al dat deeltijdwerk. Of wie weet investeren in robots? Meer kinderen maken? Het zijn allemaal keuzes, maar het wordt niet makkelijk. En over die keuzes gaan we het de komende tijd dus hebben. En we beginnen vandaag bij het krijgen van meer kinderen. Op dit moment zijn grote gezinnen uit. Zelfs in christelijke kring worden gezinnen kleiner. Maar is dat te keren? Zou Nederland met gericht beleid het gemiddeld geboortecijfer omhoog kunnen krijgen, zodat we de komende decennia minder arbeidsmigranten nodig hebben? Op het schoolplein is het niet van ook wat leuk dat je zwanger bent. Nee, kijk, ze is weer zwanger. 3 kunnen ze nog begrijpen, maar 4 vinden ze echt heel gek. Dit zijn Annemarie Geerts en haar man Maarten. Voor een gemiddeld Nederlands gezin is de norm al jaren 2 tot maximaal 3 kinderen. Maar zij kregen er de afgelopen 20 jaar 8. De jongste, Lotje, werd in september geboren. Vanaf kind nummer 4 krijgen ze opvallend vaak negatieve reacties. Ja, barende milieuramp. Zo, het is nu zeker wel tijd dat er eens een keer geknipt gaat worden. Dat past toch niet en het is toch nou wel genoeg. Mensen snappen het gewoon niet dat je daar vrijwillig voor kiest. Hoeveel kinderen krijgen Nederlandse vrouwen gemiddeld? Op dit moment staat het geboortecijfer op 1,58, dus net iets boven de 1,5. En daarmee neemt onze bevolking af. Want om het aantal sterfgevallen in een land te vervangen door geboortes, is een gemiddeld kindertal nodig van 2,1 per vrouw. Ja, dat is gewoon een luier, hè? In heel Europa slinkt de eigen bevolking. Maar in 3 landen worden aanmerkelijk meer baby's geboren dan in ons land. Dat geldt bijvoorbeeld voor Denemarken, die zit op 1,73. Zweden op 1,76. En Frankrijk op 1,88. Dat is op dit moment het hoogste geboortecijfer in heel Europa. Door het lage geboortecijfer groeit de Nederlandse bevolking, de natuurlijke aanwas, de komende decennia met slechts 7000 mensen per jaar. Tegelijkertijd zullen ieder jaar zo'n 60.000 migranten zich vestigen, zodat het totale bevolkingsaantal toch flink doorgroeit. Ik vind het niet gezond als wij eigenlijk een steeds verdergaande slinkende Nederlandse bevolking eigenlijk moeten gaan opvullen in de toekomst met migratie van buiten. In die zin is het een goede zaak als je een hoger geboortecijfer zou kennen in een land. De SGP is op dit moment de enige politieke partij die met specifieke voorstellen komt om het gemiddeld Nederlands kindertal omhoog te krijgen. De kinderbijslag mag echt wel omhoog, wat ons betreft ook het kindgebonden budget. En wij willen ook specifiek voor het 4e kind €1000 extra ook beschikbaar stellen. Waarvoor? Nou, eigenlijk is dat een tegemoetkoming in de kosten, omdat je ziet dat juist bij een gezin met meer dan 3 kinderen... dat er dan juist ook extra kosten komen. Want ja, je past niet meer in de auto. Het is natuurlijk een schijnbedrag voor wat het kost, een 4e kind. Maar ik vind het wel een mooi begin. Maar dan wordt het vaak gezegd, als je dat zou doen, dat is dan een soort fokpremie. Ja, nou, ik ben het er helemaal mee eens. Ja, maar dat is het ook. In Nederland zie je dat als je alles optelt wat wij geven, wat we als overheid betalen aan kinderbijslag, aan kinderopvangsubsidies, aan ouderschapsverlof, dat ongeveer 2% van alles wat we met elkaar als Nederlanders verdienen, daaraan wordt besteed. Kijk je naar landen als Denemarken, Zweden en Frankrijk,
dan wordt daar 3,5% van het bruto nationaal product aan kinderopvangregelingen en familie- en gezinnenregelingen besteed. En dat lijkt dan effect te hebben, zeg je? Dat lijkt effect te hebben. De hoeveelheid geld die Nederland geeft aan allerlei regelingen, loopt Nederland in de EU eigenlijk heel erg achteraan. We zijn een beetje het lelijke eendje in dat opzicht van zeker West-Europa. Wat een hogere geboortecijfer Nederland oplevert, is nu voor het eerst uitgerekend door de demografen van het NIDI en het CBS. Als vrouwen gemiddeld 1,8 kinderen zouden krijgen, groeit de eigen bevolking de komende 30 jaar met 1 miljoen. Je draagt u wel een behoorlijk steentje bij aan de werkende jongeren van de toekomst. Als je over 30 jaar kijkt, dan is uw politieagent Jim wil verpleger worden. En wie weet wat al die kleintjes dan doen. Op dit moment is in Hongarije iets heel interessants aan de gang. Omdat daar de regering heel bewust met vrij grote subsidies probeert gezinnen te verleiden om meer kinderen te krijgen. Want in Hongarije slinkt de eigen bevolking nog sneller dan in Nederland. Omdat de rechtse regering Orbán er alles aan doet om niet afhankelijk te worden van immigranten, krijgen Hongaren ruim 30.000 euro als ze binnen 10 jaar 3 kinderen krijgen. Ook zijn er goedkope hypotheken. En vrouwen die meer dan 4 kinderen hebben, hoeven zelfs geen inkomstenbelasting te betalen. Werkt dat? Dat weten we nog niet. Op dit moment zijn die maatregelen eigenlijk pas kort geleden ingevoerd. Dus we kunnen nu het resultaat nog niet zien. Maar het is onvergelijkbaar met wat welk ander land in de EU ook doet. Ik heb dat soort maatregelen nog nergens gehoord. En zover als Hongarije wil hij ook weer niet gaan. Ik vind wel dat de overheid die rem eraf moet halen die nu eigenlijk verstopt zit in het beleid. We hebben nog ineens een minister die over het gezin gaat. Oh, je wil Sjöderans, sorry. Ik denk ook wel zeker dat qua cultuur wat moet veranderen. Je moet echt een soort sterke rug hebben, wil je voor die derde gaan of voor die vierde, zeg maar. Deskundigen denken trouwens niet dat het fors inzetten op gratis kinderopvang en ruimer ouderschapsverlof het geboortecijfer in Nederland ooit op die 2,1 zal brengen. Ja, wat dan wel te doen? In volgende afleveringen nemen we de Nederlandse deeltijdcultuur onder de loep.